Yo kijkers van Watchjagger, welkom bij een nieuwe update van de Kingdom Resource Pack. En we zijn hier vandaag met mijn broeder van een andere moeder. Jens, hey, hallo. Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen. Ja, want het wordt zo mooi mistig hier, jongen. Jens, ja, is het bijna zonsondergang? Want het zonnetje staat vrij laag. Ja, ik denk het wel. Dat wordt een mooie zonsondergangetje. Wij zo met z'n tweeën. Ja, dit wordt trouwens wel een beetje heel intiem. Ik weet ja, dat wordt een beetje doen. Zieke cringe, om eerlijk te zeggen. Ja, moet kunnen. Goed, maar Jens, je bent hier niet zomaar, want jij bent natuurlijk de maker van de Resource Pack. De enige echte Jens. Ja, hoi. Hi. Wat, je hebt niet stilgezeten, of wel? Nee, niet echt, nee. Ik heb wat dingetjes aangepast, wat dingetjes toegevoegd, zelf ook wat dingen gemaakt. En dat is nu de 3.0 versie geworden. De 3.0 versie, maar liefst jongens. Voor als je dit dus zelf ook wil gaan ervaren in Kingdom 1.12.2 of 1.12, of ja, wat eigenlijk of hoger, maakt niet heel veel uit. Dan zou je dus eigenlijk gewoon deze resource pack kunnen downloaden. De algemene Kingdom Resource Pack 3.0. Klopt, zeer zeker waar. Wauw! Dan heb je deze hele mooie features in de textpack, in Minecraft. Maar ja, je hebt niet natuurlijk alleen gewerkt aan de textures. Wij zijn eigenlijk ook nog, of in ieder geval jij bent voornamelijk bezig geweest met de nieuwe website. Klopt, ook dat. Daar heb ik ook wat tijd in gestoken. En het is nu ook duidelijker en overzichtelijker dan eerst, hoop ik. Ook alle informatie staat erin verwerkt. Dus ik hoop dat dat ook gelijk een hele mooie upgrade is. Ja, voor de mensen die zich afvragen wat nou precies in beeld komt. Dat is de website. Het linkje staat ook in de beschrijving. Dus daar kan je zelf even spieken. En trouwens ook de pack downloaden. Dus kijk daar vooral even op. Maar goed, Jens, je bent niet zomaar hier. Je gaat vandaag wat uitleg geven over de tekstjes die je hebt toegevoegd. Ja, dat klopt. Dus waar gaan we beginnen? Let's go beginnen aan de linkerkant. Hallo. Dit is de Greek Plate. Het zat er in de textpack onder een andere naam, maar wij hebben het veranderd. Ook Conquest zelf heeft het veranderd naar een andere naam wat er beter bij past. Dit is meer Grieks dan Romeins. Ja, en want eigenlijk wat jij aan hebt, dat is meer Romeins. Ja, en ik kan het wel even aandoen. Dit is meer voor Griekenland. Ja, het is een beetje Spartan-achtig. Ja, precies. Dat is ook een beetje de sfeer die het, als het goed is, moest krijgen. Oké. Nou, dan gaan we naar de volgende. Dan heb je hier... Wacht even. Wat is dat wat erboven zit dan? De Roman Pilum. Ja, dat is gewoon... Ja, die zat er al in. Het is een soort speer voor de Romeinen. Oh, oké. Dat hoort gewoon bij de pakken. Oké. Dan heb ik niks gezegd. Gaan we naar het tweede item. Dan hebben wij hier de boneplate voor onze echte bosjesmannen. Kan jij je nu verkleden als hoe noem je dat? Een echte barbaar. Onder botten van de mens. Je ziet ook een, als het goed is, een schedel op mijn hoofd zitten. Ja, met een soort van puntje op zo, lijkt het wel. Ja, het is lekker stoer. En daarboven heb je een nieuw item wat ik zelf heb gedesigned. Kijk, ik zoom even in erop, dan kunnen mensen het zien. De magna-band, wat is dat precies? Dat is misschien iets wat binnenkort voorkomt in de roleplay van Magnus. Oeh! Teasers, hype. Oeh, shit. En dat gaat een belangrijke rol hebben voor Magna, de godin van Magnus, het kristal. Het ziet er wel heel vet uit. Even kijken hoe het vast... holy shit. Ik heb gewoon een Magna man. Tering zeg, hier, hou maar zelf vast voor het overneemt. Oké. Wat heb je daarnaast staan? Want dat ziet er ook wel indrukwekkend uit. Een soort van 6-setje als ik het goed heb, of... Nee, het is voor de echte inbrekers. Voor de echte dieven. Maar het ziet er ook wel een beetje 6-8 uit, klopt. Ja. Het is misschien ook wel met dat mondkapje en zo. Dan kan je misschien iets voor de Teros mensen. Voor de Teros fanboys. Kan je je zo verkleden. Kan je over de daken heen springen als een echte assassin. En mensen neerslaan. Je ziet er wel heel duister uit zo, Jens. Maar klopt. Je ziet ook alleen maar mijn ogen. Ja, eigenlijk wel. Heb je daarboven een heel mooi nieuw zwaard. Het is een beetje een vanilla zwaard, maar altijd leuk om erbij te hebben. Een nice sword. Deze heb ik ook zelf gedesigned. Ja, holy shit. Ik vind hem wel nice. Het is alleen, ligt het aan mij ligt. Oh nee, als je armor uit doet, dan zit hij goed op de hand. Ja, nee, klopt. Dat is denk ik door het armor setje. Oké. Ja,
Dat is wel nice. Goed. Dan heb je hiernaast een soort van, ja, wat moeten we... Saracen. Voor de... Ja... Ja, dit is een beetje voor het Midden-Oosten. Oh, dus zeg maar het Jenava-outfitje. Ja, dat is misschien wel een nieuw Jenava-outfitje. Oeh. Ja, je lijkt wel echt een Arabier, man. Ja, nee, dit is ook van vroeger van de Arabia. Daar had je ook allemaal volkeren die allemaal gingen vechten. En dan hadden ze ook allemaal dit soort tunieken aan. Holy shit, ziet er ook wel vet uit. Ja, en daar heb je ook een... Ja, deze hoort er niet echt bij. Dit is voor de Lord of the Rings fanboys en de Hobbit fanboys. Je ziet hem wel, de Goblin Cleaver. Die komt uit de Hobbit, als ik het goed heb, of niet? Klopt, het zwaard van Thorin. Heel mooi wapen, deze heb ik ook zelf gemaakt. Ja. Ziet er wel leuk uit. Dus voor de echte fanboys, die kan je ook gebruiken op Kingdom. Maar kijk, deze drie wapens, moet ik dan zeggen, die heb je zelf gemaakt. Maar hoeveel tijd besteed je eraan om eigenlijk één zo'n texture te maken? Oh, dat valt er mee, een uurtje of zo. Oké, okay. Ik vind ze dan best wel goed gelukt hoor. Dankjewel. Oké. Okay. Gaan we naar het volgende setje? Oeh, de mosman. Ja, de bosjesmannen. Dit is voor de echte kantanen die zich willen verstoppen. Goed gecamoufleerd is dit ook. Ja, dat is echt wel goede sets. Holy shit. Een beetje leer bedekt met mos en blaadjes en takjes. Ja, dat ziet er geniaal uit. Beetje de camo alleen dan van deze tijd. Ja, dat is echt wel een bosjesmannen outfit, ja. Als je de name tags niet ziet, dan ben ik nu zo onzichtbaar, joh. Holy shit, ja, wacht even. Wacht. Ja, het is bijna net een bosje, hoor. Draai eens om. Draai eens helemaal om. Zo. Oh, dat is een cape. Oh ja, jammer. Anders zag het wel heel grappig uit, ja. Ja, het is goed om te camoufleren als je verstoppertje wil spelen, misschien. De verstopperman. Dan heb je hier ook een bijpassende boog. Met blaadjes bedekt. Holy ziet er ook heel mooi uit. Hij is ook een beetje groot. Ja, het is wel echt een, kijk, voor de mensen die het zien. Kijk, ik ga hier even in het licht staan, zo. Dan zie je wel dat het eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde effect heeft als een normale bow. Maar het is gewoon een hele lange. Zo, nice. Kijk. Ja. Goed, daar hebben we al 5 setjes, man. Dat is al wel aardig wat. Maar wat, wat zie je? Dit is het welbekende Legionary setje van de Legion in Magnus. Hey. Maar daar is niks aan veranderd, toch? Of wel? Nee, deze is, die zit nu officieel bij de pack. Die zat al bij de vorige pack, maar die had niet echt een release gekregen. Maar die staat er nu bij en hij heeft nu ook een soort broertje gekregen, de Centurion. Dat is voor de commandogevende in Magnus. Ja, want doe je hoofd is, ja, je ziet het al. Als ik zo inzoom op het hoofd van Jens, dan zie je dus een soort van pluim uit het hoofd steken. Plus hij heeft een hele gouden rand eraan, op een of andere manier. Klopt. Ja, dat is voor, nice. Voor de hogere heren in het kingdom. Dan heb je een heel leuk wandelstokje. Holy shit, want hij, als ik het nu zo zie, dan zit hij ook gewoon echt in de grond. Ga een stukje lopen trouwens. Holy shit. Het ziet er geniaal uit. Heb je ook voor de liefhebbers een ijzeren versie? Ja. Eigenlijk gewoon hetzelfde, alleen dan ijzer. Ik kan maar even droppen naar jou, dan kan ik zien hoe die eruit ziet in de hand. Ja. Kijk, het is eigenlijk gewoon een item van een ho, denk ik. Als je ziet. Ja, het ziet er wel grappig uit. En het is ook hoe beter de ho is, dus vanaf gold en diamond, dan krijg je de gouden versie. Vanaf hout, steen en ijzer, dan heb je deze versie. Oh, dus het hangt ook echt van de ho-versie af, de goedheid van de ho. En hierboven hebben we nog nieuwe schilden die zijn toegevoegd. Ja, even kijken, Lords of Pine Shield. Die is wel heel vet. Shield. Holy shit. En die nu ook een vuurstoot. Ja, maar het is meer een pijlenboog. Ja, ik begrijp ook niet echt waarom dit toegevoegd is aan Conquest. Maar het is misschien voor de shamanen in Kingdom wel leuk. Ja, het ziet er grappig uit. Ja, een vuurtje. Het is maar wat je leuk vindt of je het leuk vindt. Ja. Moet je zelf weten. Precies. Dan komen wij bij een Emperor setje. Het is eigenlijk gewoon Majestic Armor. Ja? Alleen dan... Oh zilver. Jongen, die kroon. Oh, ja, ik zie het. Dit is een bol kroontje, ja. Wauw, dit is een echte kroon, zeg maar. Dit zijn zeg maar dan, ja, van die, ja, meer tiara's. Maar dit is een echte kroon, ook uit Bassie en Adriaan. Had je ook zo'n kroon? Ja, en dan maar, heb je ook, dan heb je deze, die heeft zonder dat hoedje, zeg maar. Ja. En heb je jouw kroon natuurlijk.
De Laurekrans. Ja, de Laurel Wreath. Die kan je hier dus zien. Klopt. Als je het kan zien. Oh, is dat een beetje. Dat is de. Oh, Laurel Wreath. Ook een linkje staat wel in. Dat is zeg maar meer zo'n Laurierskrans. Voor. Van Julius Caesar. Ja, ja, precies. Het is een hartstikke mooi dingetje. Als ik het zo zie. Kom nou zelf ook aan. Dus. Moet je zien, kijk, je wordt een echte César ervan. César. César. Ave César. Maar even, je skipt wat, jongen. Dit zijn nieuwe textures die jij ook hebt gemaakt, drie stuks. Klopt. Dit zijn de dingen die jij het leukst vindt, die zijn toegevoegd, denk ik. Holy shit, moet je kijken. Nou, eerst bij deze begin, met Lost of Vain. Ja. Het is een, meer een soort van short sword, moet ik het noemen, denk ik. Een beetje een, een short sword is wel. Hij is niet heel lang. Maar op zich, hij zit wel goed in de hand. Ja. Oké, ja, dit is zeg maar een item uit de Seven Deadly Sins. Die hebben we hier ingeplaatst. Dus dat is wel leuk. Hetzelfde geldt voor deze. Divine Ex Rita. Oeh, die ziet er echt bruut uit. Deze zal ook wel een kleine rol spelen in jouw roleplay, als het goed is. Ja, dit is zeg maar mijn wapen voor Kingdom 1. Dus dit is ook de zeg maar een one-handed, wat moet ik het, axe noemen? Een battle axe, ja. Een battle axe, maar hij is echt, ik vind hem heel vet getextured zo. Hij is ook wat dikker gemaakt. Dat was in de vorige editie niet, als je mijn oude stream terugkijkt. Maar ik vind hem zeker, ziet er goed uit. Ja, klopt. En dan nu naar een spektakel item wat heel veel mensen wel kennen. Dit is de Teros Dagger. Jawel. Die kennen wij wel. Ik pak hem zelf ook even. De Teros Dagger, dat was natuurlijk wel... In seizoen 1 heeft hij een beetje... zag hij er heel raar uit. Op de een of andere manier stond hij ook op een music disc. Maar jij hebt hem dus geretextured, waardoor dit nou echt een gouden dolkje is. Dit is nu echt een dagger in plaats van een muziekplaat, ja. Ja, hij staat dan ook echt op een zwaard, zeg maar. Oh, kut. Moet je niet doen, hè? Creatief. Maar het, ik vind hem heel vet. Er zit een soort van emerald in. Dus, ja, een magna steentje. Ja, dat is een soort van kleine satire naar de makers van Teros. Dat Magnus overal wel bij betrokken is. Ja. Ja. En dan hebben we hier voor de vrouwen in Kingdom. De vrouwen? Het koksetje, jongens. Gewoon mijn broek aandoen. En een bijpassend zwaard, een degenroller. Oh, wauw. Hij is ook gewoon echt dikker, hè? Dat is wel geniaal getextured. Dit is een 3D item, ja. Maar staat dat ook op een diamond sword dan? Of is het puur een wooden sword? Het staat op een diamond sword, ja. Dus je kan eigenlijk gewoon in een oorlog gaan met een deegroller. Holy en daar shit. Wat mensen mee klappen. Dat is wel grappig. Het is mogelijk, ja. Gewoon lekker mappen zo. Gewoon iemand knock-out slaan met een knuppel, als het ware. Lekker hoor. Ziet er mooi uit. En dan kijken we even naar de vloer. En dan zien we dat er ook een soort van texture een overgang is geweest van gras naar steen. Klopt dat? Mm-hmm. Kijk, stel je op dit. Deze zat er al wel langer in. Alleen eerst was het... je zag duidelijk het verschil, zeg maar. En dat heb ik nu wat beter laten overlopen. Nu lijkt het echt alsof het één geheel is. In plaats van dat het twee verschillende blocks zijn. Ja. Heb ik ook gedaan bij Sand en Sneeuw. Dus dat is ook. Dat zijn een paar bugfixes die zijn gedaan. Maar hij doet het nou perfect, dus. Dat is, het ziet er goed uit. Ja, klopt. En dan komen we nu aan bij de paintings. Er is veel vraag geweest naar meer Kingdom-related paintings. Dus die hebben wij ook toegevoegd. Ja. Je hebt nu hier een mooi kasteeltje. Een echte ridder voor een draak. Dit is voor de. Game of Thrones fans, Night King. Ja, met het zwaard. Ja. Wow. En dit is een graaf of zo. Ik weet niet precies wie dit is, maar... Dat is Hertog Jelle. Hertog Jelle, ja. Hertog Jelle, jongens. Mooi hoor. En dan komen we hier aan bij andere paintings. En waaronder ook Join the Legion poster. Ja, wat staat er? South Haven of zo? Kingdom South Haven? Kazerne South Haven, maar dat kon ik niet helemaal opkrijgen. Oh, wow. Het is heel slecht, ja, maar... Oh, en mijn skin. Lol. Ja. En dan heb je hier nieuwe meshes. Nieuwe meshes. Een plaatje van een pickaxe. Creeper, die wordt opgezocht. Ja. Dus voor keuken. Oh ja, en pannen en potten, ja. Holy shit. Ja.
En de bier heeft een nieuwe texture gekregen. Oh ja, ik zie het. Ja, ik begin al gewoon te laggen als ik het zie, want mijn computer vindt het echt niet leuk. Ja, nee, ik zal het even uit mijn hand doen. Ja. Kijk, en je hebt flessen wijn als 3D-model en een biercup. Ik kan er wel zien hoe je het moet schrijven, volgens mij. Wine en beer. Ja. Ja. Dat zijn de nieuwe toegevoegde dranken. Wow, we hebben dranken, we hebben posters, of ja, wat moet je zeggen, het zijn schilderijen. En we hebben heel veel nieuwe armors en wapens toegevoegd voor jouw eigen ervaring op Kingdom. Dus mocht je hem willen downloaden, wat moeten ze doen? Dan moeten ze even naar jouw linkje gaan. Ja. Ja, en dan als je iets naar beneden scrollt, heb je 4 varianten van de texture pack. Dan heb je de variant met waar alles John Smith is, voor de mensen die echt diehard John Smith fans zijn. Ja. Dat heet de algemene editie. Dan heb je de opname editie. Dat heeft alle features met een andere kleur stone bricks. Die heeft ook deze 3D leaves die je ook in de bomen ziet in de verte. Ja. En de overlays. Dan heb je een PvP editie. Dat is voor de diehard PvP'ers. Die heeft dus zeg maar met heel armor. Laag vuur en zo, toch? Ja, ze hebben allemaal laag vuur inmiddels. Maar dit is voor... daar kun je door het water heen kijken. Dan heb je allemaal hetzelfde armor. Allemaal dezelfde zwaarden. Zo min mogelijk lag. Dat is voor de echte PvP'ers. En heb je de light editie. Daar heb ik proberen te zorgen dat je daar zo min mogelijk lag mee hebt. Voor de mensen met wat mindere computers. Ja. Dus die kunnen ook gewoon de texture pack gebruiken. Hopelijk. Maar hoe slecht jouw computer is. Kunnen ze zelfs mij zien met mijn nieuwe Laurel Rev. Ah, mooi. Klopt. Ja. Yeah. Dus dat is hartstikke mooi, Jens. Je hebt goed je best gedaan de laatste afgelopen maand, denk ik. Dankjewel. Ja, een maand, ongeveer 2 weken, 3 weken. Oeh. Nou ja, het is natuurlijk jouw taak om dit te doen, maar het is altijd wel leuk om te zien wat er allemaal bijgekomen is. Aha. Dus ja, jongens, wil jij gebruik maken van deze geweldige resource / texture pack? Dan moet jij eventjes op het linkje in de beschrijving... gaan klikken en dan even flink gaan downloaden. De pack variant die jij natuurlijk zelf wil hebben. En neem natuurlijk ook even een kijkje op de Discord van Jens. Want dan word jij vaak geüpdate met de nieuwe textures die in ontwikkeling zijn. Zoals Lost Vein of Divine Ex Rita of de Teros Dekker. Dat jij dat al gelijk kan weten. En dat is alleen maar goed toch om te weten dat je zo snel mogelijk kan updaten. Ja. Yes. Jongens, dit was de video. Jens... Dankjewel voor het uitleggen van alle extra features. Geen probleem. En dames en heren, koeken en peren, jullie mogen even lekker op dat duimpje gaan drukken. Laat natuurlijk even in de reacties weten wat voor nieuwe items moeten worden toegevoegd. Dat Jens daar keihard mee aan de slag kan gaan. En abonneer natuurlijk en druk even op dat belletje. Zou heel tof zijn, toch? Ja. Ja. Ja, boeit Jens niet zoveel, maar hij wil het toch wel even doen. Dus jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later! Doei!